Nou, de hond is in ieder geval thuis. Hallo. Hallo. Niet schrikken. Oh. Wie verdient er nou juist dit jaar eens een extra mooie kerst? Die oproep deden we de afgelopen tijd via onze socials. Daar is heel veel op gereageerd. En daarom ga ik in deze serie nou eens een aantal mensen een hart onder de riem steken of een steuntje in de rug bieden. Omdat ze dat verdienen of omdat ze dat extra hard nodig hebben. Nou, de verrassing van vandaag komt van Dini en Lilian. En die staan, ik denk dat ze zenuwachtig zijn, al op mij te wachten. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met een kerstboom en een cadeau gaan we naar wie en waarom? We gaan naar Marina en Wilbert. Ja. Die hebben in maart afgelopen jaar hun dochter is overleden. Oeh, dat is best wel heftig. Dat is heel heftig, ja. Ja, wat dat lijkt me, dan zie je behoorlijk tegen de kerst op. Ja. Als je dat meegemaakt. Ja. Ja. Wat zijn jullie van elkaar? Nou, we hebben elkaar ooit in het Ronald McDonald Huis leren kennen. Wie? Jullie? Wij en Wilbert en Marina. Ja. Wij hadden daar alle drie een kind in het ziekenhuis liggen. Meer dan 20 jaar geleden ontmoet je elkaar in het Ronald McDonald Huis omdat je alle drie een kind hebt wat ziek is? Ja, maar ze hadden ook alle drie voedingsproblemen. Dus nou ja, daar hadden we steun in bij elkaar. Van hey, hoe gaan jullie daarmee om? En, hebben jullie al die jaren contact gehouden met elkaar? Ja, het moeilijke is dat we hebben een zoontje die is 20 jaar geleden overleden. En Lilian en Marina hebben al die 20 jaar, hebben ze op de sterfdag en op de geboortedag van ons zoontje bij het grafje bloemen neergelegd. Jo. Dus ja, dat is zoiets bijzonders. Dus ja, we zijn eigenlijk altijd contact blijven houden. Ja, het schept op een hele verdrietige manier een band voor het leven dus. Ja, precies. Ja. Jouw kind is overleden, al lang geleden. Ja, 20 jaar. En jij hebt een zoon of een dochter? Ja, ik heb een zoon van 22. En hoe gaat het daarmee? Ja, gaat op zich heel goed met hem. Ja, het gaat nu volgens mij om de dochter van Wilbert. Ja, Alicia. Ja, Alicia heet ze. Ja, Alicia. Ja, Marina en Wilbert, ze wonen in dat huis daar verderop. Ja. Zijn jullie nou zenuwachtig? Ja. Ja. Wat hoop je vooral duidelijk te maken? Nou, dat we dicht met ze mee willen blijven lopen. Hè? Dat we Alicia blijven noemen in onze verhalen. Zodat ze bij hun leven mag blijven horen. Ja. Ja. Ik vind nogal wat hoor. Ja. Jullie ook? Ja. Ja. Hoe denken jullie dat ze gaan reageren? Ik ben wel een beetje geschrokken, denk ik. Mm-hmm. Ja. En ze zullen echt wel, ik denk wel echt tranen komen. Van tranen mogen er zijn. En die laten we ook aan elkaar zien. Ja. Ik laat jullie wel even in spanning afwachten nog. Ja. 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 Ik ga ze een klein beetje voorbereiden. Ik hoop dat ze niet al te hard schrikken. Nou, zet hem op. Tot zo dan. Ja, yo. Tot zo. Dag, hè. Nou, de hond is in ieder geval thuis. Hallo. Hallo. Niet schrikken. Oh. Ik kom wat vertellen en ik kom wat aanbieden. Oké. Okay. Zou dat even binnen mogen bij jullie? Ja, doe ik heel even de hond in de bench. Is die heel gevaarlijk of niet? En nou springt tot je neus. Dus. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat wacht ik eventjes. Hond in de bench. Ja. Ja. Nou, is de hond weg? Ja. En ik zie nog iemand naar beneden komen ook. Hallo zeg. Hallo. Je hoeft niet te schrikken. Er is niks ergens aan de hand. Bert, dan heb ik de goeie. Ja. Marina? Ja, ik mag even binnenkomen van je zijde vrouw. Nou, dan kom ik naar binnen. Met kerstboom en al. Ik zie jullie bijna hardop denken van wat is dit? Ja, ik schrik ervan. Ja. Jullie hebben geen ruzie in de familie. Dus nee. Daar kom ik niet voor. Nee, kom wel voor iets anders. Kerst staat voor de deur. Hoe kijken jullie naar de kerst? Nou, de kerst wordt anders. Ja, droevig. En dat heb ik een beetje begrepen. Best wel veel gebeurd. Sowieso in jullie leven de afgelopen jaren. Vertel eens als je wil. Onze dochter is overleden. Op 20-jarige leeftijd. En we missen er heel erg. Ja. En jullie enige dochter, enige kind? Ja. Ze is hoe oud geworden? 20? 20 jaar. 20 jaar. Ja. Kun je in een paar zinnen aangeven wat was er? Alicia heet ze, hè? Alicia heet ze. Ja, ik ben ingelicht. Ja. Hoor. Ja. Wat was er met Alicia aan de hand? Ze was meervoudig gehandicapt en had ernstige darmproblemen, gezondheidsproblemen, maar vooral darmproblemen. Ja. En heeft ze het hele leven gehad en dat werd steeds erger en daar is ze ook aan overleden. Ja. Ja. Zijn het jaren van zorg geweest? Ja, dat vind ik absoluut. Letterlijk en figuurlijk? Ja, vanaf de geboorte. Dag en nacht. Ja, het eten ging me niet goed en
alles geprobeerd met eten, dit eten, dat eten, maar het lukte gewoon niet. Dus, Nee. Ja. Ja, wat krijg je dan op, ja, ik zeg het een beetje gek, maar wat krijg je dan op je bordje in dit leven, of niet? Ja, dat klopt. Je moet er altijd wel in houden. Ja. Ja. Lukten jullie dat altijd samen met Alicia? Het algemeen wel, ja, met qua hulp wel. Maar ik heb zelf ook lichaamproblemen. En ook sinds februari thuis. Elke keer hadden we toch de motivatie in verband met Alicia om door te gaan. En nu heb je niks meer waar je op terug kunt vallen. Zeg. Ja. Zie je er nou heel erg tegenop, tegen de kerst? Ja. Nou zit ik hier niet voor niks natuurlijk. Nee, dat denk ik dat niet. Dat snap je ook. En ik realiseer me heel goed dat ik geen wondermiddel heb om jullie nou in één keer een hele vrolijke kerst te bezorgen. Nee. Maar ja, weet je, ik zit hier niet toevallig bij jullie. Dan praat ik een beetje in raadselen voor jullie, denk ik. Ja, dus kom maar op. Ja, nou zal ik gewoon degene die dit aangekaart hebben bij mij, zal ik die er gewoon eens even bij roepen? Nou, goed idee. Is dat een goed idee? Ja, goed idee. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, wacht even heel rustig. Ja. Nou, ik roep er even bij, ja? Ja. Oké. Okay. Nou, hier zijn ze. Oh, jullie. Oh, jullie durven hoor. Ik gun jullie zo een beetje liefde extra in deze tijd. Waarin gemis, ja, elke dag is die enorm. Maar dit soort dagen is zo'n familiedag. En jullie moeten Alicia missen. Het is zo bijzonder dat jullie bijna 21 jaar lang alles hebben opgegeven voor Alicia. Niet te beschrijven wat jullie mee hebben gemaakt. Voedingsproblematiek, dat is iets. Er kan niemand zich iets bij voorstellen dat zo heftig kan zijn. Maar dat stukje, ja, dat begrijpen wij als geen ander. Ja, klopt. En jullie hebben altijd zo ontzettend ook naar ons omgekeken. 20 jaar lang, heb ik net ook verteld. Hè? Nou, zo bijzonder. Super lief. Dankjewel. Hè. Ja. Na deze ontroerende ontmoeting willen Marina en Wilbert me graag laten zien op welke bijzondere manier ze Alicia herdenken. Dit is dus het kamertje van Alicia. Ja. Ja, nog wel best wel intact. Dat wil zeggen, het bed staat er nog. Zeker, het bed laten we ook staan. Behalve het bed hebben we ook al haar herinneringsspulletjes hier staan. Dit is de urn van Alicia met al haar as erin. En 's avonds rond slaaptijd, dan zet ik deze altijd op het bed. Dan zeg ik altijd wel te rusten dat ze lekker kan slapen. Ja. Is een herinneringspot. Hier stop ik steeds briefjes in. Als het even niet gaat, om even positieve herinneringen eruit te halen. En daar weer van te genieten, om dat moment terug te halen. Ik zou bijna zeggen, wil je er één voorlezen? Ja, supermooi. Dat je zo graag saté zou lusten, als je dan op zaterdag paard gereden had. Oh, wacht even. Sorry hoor. Nee, ik snap het. Oh ja, de satésaus moest wel mama's eigen satésaus zijn. Lekker. Dat klopt, ja. Wat moeten jullie ongelooflijk veel van haar gehouden hebben? Zeker. Kijk, nogmaals, ik zei net al, we kunnen de kerst niet in één keer een heel andere invulling geven. Want de situatie kunnen we niet omkeren. Ik hoop dat dit een beetje waarde voor jullie heeft. Nou, zeker wel. Heel veel waarde. Ja? Ja. Kun je maar aangeven, wat is de waarde hiervan? Het is de connectie tussen ons, die wij hebben. Dus vanuit ons verleden. Dus onze band wordt in plaats van minder sterk, alleen maar sterker en sterker. Ieder op zijn eigen manier. Ja. Juist die steun van elkaar is hartstikke belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Precies wat je vertelt. Ja. Nou, dan is dit wat ik jullie ga geven, is werkelijk peanuts. Het is een cadeaubon voor een nachtje weg voor twee in een vakantiehuisje naar keuze. Oh, wat leuk. Maar volgens mij, ik weet nu al dat je hier blij mee bent, maar dat dit veel en veel meer. Dat sowieso. Ik geloof dat ik daarmee de spijker op de kop sla. Ja, het zo. Ja. Ja. Ja, dan wens ik jullie, ondanks de hele situatie, toch een toch mooie kerst toe. Dankjewel. Ja, dat zeg ik nog tegen iedereen die keek. Kijk, je ziet maar, niet voor iedereen is kerst per se een heel leuk en vrolijk feest. En ik kan natuurlijk niet bij iedereen langs gaan. Maar daarom zeg ik tegen jou, hou nou een beetje oog voor de mensen om jou heen. Een beetje aandacht, telefoontje, een kaartje of misschien iemand uitnodigen. Heb je nog ideeën nodig? Ga even naar de site eo.nl/kerst. En jullie, dank jullie wel. Prima.